Hoi. Hallo. Cornelis. Zeg, Roger, ik heb uw hulp een beetje nodig. Ik zou graag een volle vaan maken, maar een keer op een Thaise manier. Ik ben juist terug van Thailand, hè? En zie je dat zitten, dat ik daar de ingrediënten voor haal? Als jij wat spullen haalt... Is goed, dan gaan we dat maken. Thaise volle vaan. Zabiet, hè? Oké, okay, oké. Tot straks. Twee beste vrienden. Topchef Roger van Damme en radiomaker Sven Ornelis, de meester en de hobbykok. Ze delen hun passie en koken samen. Een simpel lievelingsrecept wordt een perfect bord eetplezier. Van passie tot perfectie. Sabadikaap. Welke taal spreekt u? Ja, Thais, je gaat dat... Ja, ik weet het, ik spreek het niet, hoor. Nee? Sabadikaap is goeiedag. Oké, super. Voilà, zei. Vertel eens, Thaise vol au vent. Maar dat is, ik maak dat al redelijk lang, dat recept. Maar wel op een easy manier, waar ik de steamer ook gebruik. Met kip. Ik heb kippenfiletjes mee, kippen gehakt mee. Ik ben juist terug van Thailand, dus ik ben dol op kokosmelk, citroengras, limoenblaadjes, gember. Heb je dat allemaal mee? Ik heb het meeste wel mee. Ik ga er ook wat garnalen bij doen. Ja. Je kijkt naar mij alsof je het niet... Thaise garnalen. Nee, dat zou misschien wel Thaise garnalen zijn. Nee? Ja, en groentjes. Ah ja, en zoals bij een echte vol au vent ga ik ook bladerdeegje erbij maken. Want daar heb ik echt uw hulp nodig. Ja. Want daar ben ik soms mee aan het sukkelen, om heel eerlijk. Ik heb zelf bladerdeeg gemaakt van tevoren. Ja, ik heb die gemaakt in de supermarkt gemaakt. Ja. Maakt jij je bladerdeeg altijd zelf? Ik maak mijn bladerdeeg altijd zelf. En ik heb ook nog kippenfilets en kippenbillen meegebracht. Top. Ja, de ingrediënten zijn er wel natuurlijk voor een vol au vent. En dan een beetje Thaise maken. Hè. Goeie stevige billen, Roger. Ik vind het eigenlijk zalig dat jij gewoon lekker voor mij die boodschappen iedere keer gaat halen. En dan kunnen we weer een middagje kokkerellen. Voilà. Zo, we gaan beginnen aan de kruidenmengeling. Hè. Ik heb een pepertje, ik heb gember. We gaan er koriander bij doen. Ja, koriander is toch ook wel echt typisch, hè, in de Thaise keuken. Hè? Klopt, hè? Absoluut. Ja? Ik wil dat proberen om dan nog een beetje extra Thaise toets te geven. Ik heb citroengras in Thailand. Groeit uiteindelijk in het wild. Je kunt het super fijn snijden en door een gerecht doen. Dan is het eetbaar. Okay. Op het moment dat je het gewoon wilt laten infuseren, ja, ga je er eigenlijk gewoon stukken van snijden. En zo kun je het eigenlijk ook geven, super, ja, in een bouillon. En raak maar. Ja, dat is fantastisch, hè. Sowieso fantastisch. Hè. Dan heb je hier ook eigenlijk nog de kefir. Dus dat wilde eigenlijk niet zeggen. Deze komen niet van dezelfde boom. Okay. Ja, dit is eigenlijk kefir. Het zijn eigenlijk die gele gerimpelde limoentjes. Ik zal dat heel fijn snijden. Moet ik ook doen. Dan kunnen we dat mooi mengen met elkaar. En dan gaat dat in het gehakt een zeer mooie aromatische smaak geven. Curry is eigenlijk ook iets wat je heel makkelijk zelf kunt maken. Echt? Ja, absoluut. En het leukste van alles, hè. Moet er maar eens een lepeltje zo van proeven. Super, dat is toch te veel. Nee, proef. Dat is toch te veel. Er zitten geen pepers in, hè. Is niet pikant, hè. Nou. Zot. Het is wel goed pikant. Oké, zullen we beginnen? Ja, doe maar. Ik doe echt best wel veel gember. Gember vind ik echt wel lekker en de koriander. Dus je gaat eigenlijk gewoon een basis maken? Een basis maken, en ik maakte eigenlijk een basisgroene currypasta waar je gewoon nog extra ingrediënten gaat aan toevoegen. Ja. Een deel om de saus te maken, met kokosmelk en zo erbij. En een ander deel om het gehakt dan meteen ook al die smaak te geven. Ja? Goed. Zeg, Roger, jij bent eigenlijk, want je gaat heel vaak naar Thailand, hè? Ik ben voornamelijk fan van het boeddhisme, de cultuur, het streetfood. Ja, ik ben er één keer geweest in Bangkok. Ik ben gewoon verliefd op Bangkok. Bangkok is fantastisch. Ja, niet alleen verliefd op Bangkok, maar gewoon verliefd op Thailand. Maar op straat kun je ook lekker eten, hè? Streetfood, hè. Fantastisch. Doen? Ik vond het wel geen goed idee dat ik het in de blender zou doen. Want ik doe het in de blender allemaal. Hè. Nee, dat mag je niet doen met onze kruiden. Wij doen alles met de hand. Ik heb hier bijvoorbeeld een ding, ik heb dat eens meegenomen. En huh? Ze pletten het eigenlijk. Ah, ja. Dus... Mag je er een beetje bij? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, spicy, ik proef dan altijd een beetje. Ik mag wel een beetje spicy zijn. Ja. Een half pepertje zit er ook in. Maar is het echt stampen wat je doet? Ja. Heel langzaam, stap voor stap. Die sappen komen eruit. Ik vind het wel leuk, hoor, dit. Ik doe dat graag. Ja, ik weet het. Ik vond het ook wel een beetje riskant om dit als gerecht mee te brengen. Omdat ik weet dat jij zo de kenner van de Thaise keuken bent. Maar zo kan je me dingen bijleren. Ik vind het sowieso wel leuk dat je de groene curry gaat oppimpen. Ja. En als je dan van passie spreekt, dan komt het automatisch bij perfectie. Top. Gehakt. Ja, dat kan erbij. Erbij doen. En ik heb er een eitje ook bij. Een eitje? Ja.
Dan moet het goed mengen. Je mag met je handen. Pannetjes rollen. Ja, het is wel heel vochtig. Heb jij zoiets van beschuit of zo werkt ook, hè? Ik heb wel wat panko hier liggen. Nice. Voilà, dat gaat normaal gezien voldoende zijn, hè? Ja. Voilà, zo is, zo is het minder vochtig en zit een lekker structuurtje. Oké, dan gaan we balletjes rollen. Kijk maar dit. Wat ik altijd doe, hè? Ik pak wat koud water en ik laat ze daarin vallen. En dan kun je ze aan de rand mooi uitpakken. En dan gaan die niet plakken aan elkaar. Wat een goede truc. Dat is een truc die ik van mijn vader heb geleerd, hè. Echt waar? Dat is niet van mezelf, hè. Vind ik het leuk om jou te zien werken. Zit er bij dat jij die balletjes staat te doen, hè? Ik heb hier nog een bil, hè. Dat vel ga ik tussen twee plaatjes bakken. En dan kunnen we daar een mooi krokant velletje van krijgen. In de oven op hoeveel graden doe je dat? Oh, 180 graden. Okay. Je kipfilet, wat ga je daarmee doen? Ja, kipfilet die maak ik eigenlijk altijd klaar in de steamer. Ja. En een beetje verzoutfolie doe ik wat peper, wat zout. Ja. Een beetje olijfolie doe ik dicht. En dan, dan blijft het lekker sappig, het vlees, als je in de steamer klaarmaakt. Die ga je in stukken snijden of niet? Ik doe ze in zijn geheel in de oven altijd. Om sappig te houden. Ja, om sappig te houden, ja. Ik vind het leuk om ze een beetje te marineren. Oké. Okay. Klein sneetje erin geven misschien, als dat mag. Tuurlijk. Voilà. Een klein beetje van onze kruiden. En dat geeft dan ook direct weer wat smaak. Ik heb hier mijn trucendoosje. Is het wel leuk om wat kruiden erin te doen. Het is een kruidendoosje. Daar kan ik altijd overal bij me hebben. En er zit eigenlijk van alles in. En die kruiden die passen eigenlijk allemaal goed bij elkaar. En dan zou ik daar een klein beetje olie bij doen. Oké. Okay. En dan gaan we het even laten marineren. Voilà, een beetje schil van de limoen. Een beetje look misschien er nog bij. En dan kunnen we dat mooi marineren. Hoppa. En kijk eens naar onze balletjes. Ja, hè? Zie je? Ja. Normaal gezien vallen die balletjes direct uit elkaar. Super goede truc. Zo erin leggen, hè? Die ga ik nu steamen. Ja, ik doe 2 minuutjes op 120 graden. Super. Voilà, die zijn vertrokken. Terwijl jouw gehaktballetjes stomen in de oven, gaan we onze velletjes tussen twee papiertjes afbakken. Heel makkelijk. En het is eigenlijk een hele leuke afwerking. Oké, die gaan zo de oven in. Ga ze een beetje kruiden. Trucendoosje. Want die gaan maar de helft zo groot meer worden, hè. Ik heb een oven die ik voorverwarmd heb op 180 graden. Hoe lang moeten ze erin? 15 minuutjes. Ik kijk vaak in de oven. Ja, groot gelijk. De balletjes zijn klaar en is goed, dan kunnen we straks die kipfiletjes ook in de steamer klaarmaken. Handdoek van jou, weet je. Nou, kijk. Ik ben eens benieuwd hoe dat de cuisson is. Kijk eens hier. Perfect, hè? Perfect. Top. In de verzoutfolie? Ja. En zo gaat dat hele pakketje de steamer in, hè? Dat gaat gewoon enorm veel aroma geven aan die kip. Ja, ja, fantastisch. Ja, het is dé manier om het ook sappig te houden, hè, door het te steamen zo, hè? Ja. Kijk, kijk, kijk. Dit is het, dit is leuk. Mooi pakketje, hier liggen. Ja, heerlijk, hè? We gaan dat erin leggen. 20 minuutjes, 90 graden, zoiets. Als je 20, 30 minuutjes bent, zit dat altijd goed. Voilà, die zijn vertrokken. Next. Sausje maken, hè. Ik begin met ui. Ja. En die beetje in de olie. Olie. Ja. Kokosmelk. Dus je weet, als je kokosmelk goed gaat inkoken, dat je op een gegeven moment olie krijgt, hè. Echt? Ja, wacht. Laat het zien. Dat is tof. Zeg, hoe komt dat, Roger? Ja, het vet gaat er zo meteen uitkomen. Dat is ook iets wat ik gezien heb in Thailand. Moch. Het is eigenlijk geen olie dat ze gebruiken, maar ze starten eigenlijk van kokosmelk en daar komt dan eigenlijk het vet uit. En dan komt er later nog eens kokosmelk bij. Ja, ja, strek komt er nog eens kokosmelk geen probleem. Bij. Nee, je krijgt natuurlijk een hele mooie aroma omdat je alles verdampt, hè. Tuurlijk. Je krijgt die mooie pure smaak. Kijk, kijk, kijk. Zie je die olie komen? Ja. Dit is eigenlijk een mooie olie. En het voordeel van kokosolie, dat verbrandt ook niet. Hel jij nooit, man. Van uien? Ja? Ja, ja, als je erboven staat. Maar als je erin wrijft, is het bingo, hè. Oh. Uitjes mogen erin. Ja. Het zijn straffe uien, jongens. Zo. Ja, ik heb er ook last van, hoor. Straks gaan de kruiden er nog bij. Ja? Ik doe er ook tomaatjes op tijd nog bij.
Weet je, dat aanbakrandje daarin, hè? Dat, ja, dat vind ik, dat is zo lekker. Puur smaak. Kijk, dat is puur smaak. Hè? Dat is echt puur die kruiden die daar volledig in zitten. En nu doe je eigenlijk enkel nog je kokosmelk erbij, hè? En ketchup. Wel ketchup ook bij. Ketchup? Van die Thaise ketchup? Of, Ik gebruik de gewone ketchup meestal. Okay. Is het niet Thais? Nee. Maar wel benieuwd. Dat zat in dat doosje van je. Ja? Hier. Vind je het gek? Ja, nee, absoluut niet. Want tomaten zitten erin en dat kan er absoluut bij. Dat zijn vaak producten die dat een enorme boost en een enorme smaak kunnen geven. Ja, ik vind dat wel, ja. Kokosmelk? Kokosmelk. Zie je wat erop staat? Wat is Aroy D? Lekker. Echt? Ja. Aroy. Aroy. Aroy is lekker. Aroy D. Aroy mak mak. Oké. Cool. Ja. Oh. Sven, en als je nu wilt, kunnen we natuurlijk nog wat extra aromaten er weer bij doen. Hè? Ook hier, hè. Ja. Citroengras en wat gember. Ik snij deze redelijk. Oké. Grof. Voilà. Dan gaan we de stukken er zo bij. Nou ja. Goed, hè? Thailand in de mond. Amai. Ondertussen is de kip klaar. Benieuwd. Dat volgens mij gaat dit ook een heel mooi iets zijn, hè? Ja, hè? Hier, zie. Ga je het openmaken? Ja, als ik mag wel. Ja, hè? Dat is iets wat ik zo leuk vind. Zie. Bij het stoom, ja, dat is perfect. We gaan dat mooie stukjes snijden. Oh. Voilà. Mensen die naar televisie kijken, die kunnen niet ruiken wat jij nu ruikt. Hè? Het is echt fantastisch. Die gewoon in de saus. Echt? Tuurlijk. Hier, gaat die. Hoppa. En wat denk je? Oh, die Rosé verkracht mijn recept nu helemaal. Jongen. Nee, jij brengt het naar de perfectie, dat is het idee. Ja, het is perfect. Erbij? Voilà, de garnalen. Mm-hmm. Normaal gezien leg jij die er. Ik leg die op het bladerdeegje. Maar je doet ze erbij. Mengen. Haakballetjes erbij. En laat dat nu maar even mooi sudderen. Zacht vuurtje, heel langzaam. Voilà. En dat komt voor mij het moeilijkste moment, Roger. Dat is bladerdeeg. Want ik heb er meegebracht. Ik haal het in de supermarkt. En dan wacht, hè. Dan rol ik het open. Maar ik wil daar straks dan zo ringetjes uitsnijden. Maar het probleem is, het zakt een beetje uit naar links of rechts. Ik vind het moeilijk, hoor. Bladerdeeg is iets wat heel moeilijk is. Ik heb al iets gemaakt. Hoezo? Ik heb een truc. Ja? Ah, stroopwafels. Dat is eigenlijk gewoon bladerdeeg, wat ik gewoon uitgestoken heb en tussen het wafelijzer heb gedaan. Oh. Het is ongeveer een 2-3 minuutjes in de stroopwafelijzer geweest. Hè? Dat is perfect voor op bord. Dat is mooi. Dat is decoratie, hè? Ja. Dus eigenlijk heb ik het zwaarste werk voor jou al gedaan. Het is afgelopen. Onze kippenvellen. Ah, die zijn er ook nog. Die krokantjes zullen geworden zijn. Raak eens. Alsof dat je... Kip aan spit. Of dat je gewoon op de markt staat, hè. Voilà. En dan gaan we eens kijken. Kijk eens hier. Ja. Kijk eens hier. Wow. Mooie, gepofte kippenvelletjes. Die kruiden. En die is echt super krokant. Zie. En van heel de vol-au-vent, hè? Ja. Dit gaat de eerste zijn, maar dat gaat opgegeten worden. Voilà. We kunnen gaan dresseren. Absoluut. Twee bordjes. Mooi. Sowieso beneden. Beetje kip, balletje. Voilà. Oké, gaat ie. Van alles een beetje eruit halen nu, hè. Het water komt in de mond, Roger. Ja. Bij jou ook, hè. Ik hoor het. Pak maar een lepel en dan kunnen we die garnalen er beginnen opleggen. En de saus? Absoluut. Voor mij kan hij zo, Roger. Ja. De afwerking. De bladerdeeg. Ons traditioneel ringetje kan erop. Dat we toch een klein beetje dat effect hebben van onze vol-au-vent. Mm-hmm. Ik heb ook wat slasoorten nog. Mooi opwerken. Die bloemetjes daarbij, dat is zo echt Thailand. Dat is fantastisch. Oh, je maakt echt een boeketje van, man. Ja, gewoon. Wow. Voilà. En als jij wilt, mag jij nog een mooie garnaal eruit vissen om er hier bovenop te leggen. Als de toren nu maar niet inzakt, Roger. En dan? Zie, krokant kippenvelletje erop.
Die wil ik ook. Wauw, wauw, wauw. Roger. Sven. Goh. Vol au vent. Op een Thaise manier, door jou. Door jou. Met een passie voor het gerecht begonnen, jouw passie en jouw perfectie erbij. Jouw passie. Mijn perfectie. Ja, mijn perfectie. Jouw. Mijn passie is dit. Zalig. Ik heb iets speciaals. Wat? Vandaag. Wow. Wat een goed idee. Wauw. Iets te vieren vandaag. Thailand. Thailand en de vriendschap. Fantastisch. Passie. En perfectie. Smakelijk. Smakelijk. Ja, wat een Roger. Arroy. Mak, mak. Mensen, als jullie dit willen namaken, Jan.tv.